Het enige waar ik niet mee akkoord kan gaan, is het feit dat er op zijn minst een indruk wordt gewekt dat er een link is tussen de afkomst en het problematisch gedrag. En dat is uiteraard een visie op die samenleving. En dat vind ik wel spijtig, want ik verwacht van een burgemeester dat hij vooral niet mensen in hokjes duwt of verdeelt, maar vooral verbindt. Wat daar niet netjes is, vind ik, is dat er dan bepaalde bevolkingsgroepen worden geviseerd. Dat is niet de bedoeling van deze campagne, dat we zo'n polariserende campagne gaan voeren. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook eens gaan kijken wat kunnen we in Antwerpen doen aan dit soort zaken. En dan zie ik dat het vorige stadsbestuur toch de middelen voor een aantal middenveldorganisaties niet geïndexeerd heeft, waardoor dat bijvoorbeeld jeugdwerkers mensen hebben moeten laten afvloeien. We spreken hier over gasten van 22 jaar, geen schooljongens, die volgens meneer De Wever een metersdik juridisch dossier hebben gekend zijn bij het recht. En dan is de vraag, hoe is het mogelijk dat zo'n gasten met een ambulance gaan rijden? En ik denk dat we dat probleem moeten oplossen in plaats van zoals De Wever een hele generatie dan te gaan schofferen. Dat is wat een burgemeester zou moeten doen, zijn verantwoordelijkheid opnemen. Maar dat is jammer genoeg niet wat hij heeft gedaan. Laat ons vooral hopen dat ze van die uitspraken in de toekomst uitblijven. Dit is niet de manier om samen te werken, dit is niet de manier om een stad te besturen. Maar ik denk ook dat er heel veel van gemaakt wordt, terwijl dat niet per se het geval is. We kennen onze burgemeester. De laatste jaren zei hij wel... Was hij wel zachter geworden? Ik denk dat hij in de tijd ook wel wat spijt had van zijn uitspraak over de Marokkanen. Ik vermoed dat het vermoeiende dagen zijn. En ik hoop dat dit niet de toon van de campagne is. Is de oplossing een soort van burgerdienstklasse zoals die voorstelt? Ik vind het heel opvallend dat de N-VA ineens vindt dat we meer aandacht moeten hebben voor de brede maatschappij in het onderwijs. Dat is iets wat we met de PvdA al lang vragen, maar we hebben de N-VA al jaren horen zeggen dat er alleen nog Nederlands en wiskunde gegeven mag worden op school. Dus als de N-VA er eindelijk voor open staat om inderdaad een brede maatschappelijke vorming op school, om daar ook tijd voor te verliezen, staan we daar absoluut achter. Maar we gaan toch niet denken dat deze gasten in de criminaliteit met hun metersdikke dossiers, dat die geen ambulance meer gaan pikken omdat ze op school een week de straat zijn moeten gaan vegen. Dat gelooft nu zelfs Bart De Wever toch niet. Bart De Wever heeft gelijk en hij geeft vooral het Vlaams Belang gelijk. Maar helaas, too little too late. Hij is al bijna 12 jaar burgemeester van deze stad en hij is politiek verantwoordelijk voor de feiten. Maar hij is een beetje de Antwerpse rattenvanger van Hamelen natuurlijk. Hè. Vlaams Belang stemmen werven met bouwde uitspraken om uiteindelijk zijn beleid samen met de socialisten, het pamperbeleid van allochtonen, verder te zetten. Veel cynischer dan dit wordt het niet.